Hier ben ik echt ontzettend blij mee. Dit jaar heb je er wel 3. Die had ik niet zien aankomen. Oh. Oeh. Kijk naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik de Janky Candle Adventkalender van 2021 unboxen. En ik heb er zoveel zin in. Jawel, je ziet het goed. De meid heeft ander haar. Ik heb inderdaad ander haar. Stuk blonder, stuk korter, een stuk raf. Mijn allereerste Janky Candle, of überhaupt mijn allereerste adventkalender op mijn YouTube kanaal was van Janky Candle. En ja, vandaag ga ik 2021 de versie aan jullie laten zien. Dit jaar heb je er wel 3. 3 verschillende adventkalenders van Janky Candle. Je hebt er een van 30 euro, van 45 euro en van bijna 100. En ik heb die van 45 euro vandaag voor jullie. Dus ben jij net zo benieuwd als ik wat er in deze adventkalender allemaal te vinden is? Of het anders is dan vorig jaar? Dat vind ik wel echt een hele belangrijke. En heb je er gewoon zin in? Doe dan zeker dat duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, want er komen nog meer adventkalenders aan. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je me gaat volgen op Instagram. Want de komende tijd ga ik heel veel herfst en winter content maken en uploaden. Dus als je daar net zo van houdt als dat ik dat doe, zou ik het leuk vinden als je me daarop gaat volgen. En dan gaan we nu snel beginnen met deze unboxing. Vandaag dus de Janky Candle adventkalender. Ik ga hem gewoon lekker openmaken. Wat ik dus echt een heel erg belangrijk ding vind, is dat ik echt wel hoop dat er andere kaarsen en geuren in zitten dan vorig jaar. Ik snap dat het misschien een beetje hetzelfde soms kan zijn, maar als elk vakje hetzelfde is als vorig jaar, zou ik dat wel heel erg jammer vinden. Dus we gaan het gewoon lekker bekijken. Tadaa! Het is eigenlijk precies een beetje hetzelfde als vorig jaar. Maar dan heeft hij, vorig jaar had hij 3 van die, ja, vakken, zeg maar, van die elementen. En nu zijn het er 2, dus iets makkelijker om vast te houden. Maar dit is hem. Vakje nummer 1. In vorig jaar zat in vakje nummer 1 zo'n leuk houdertje waar je een kaarsje in kan doen. Hier, een grote. Zou het dan een houder zijn? Oh my god, het is dezelfde als die van vorig jaar. Wel heel leuk, maar ik hoop toch echt dat het een andere inhoud gaat hebben. Oh mijn god, er zit ook een kaars in. Ah, dat is leuk. Die had ik niet zien aankomen. Het is dus dezelfde houder als vorig jaar. Ik vind hem heel erg leuk, dus ja, dat vind ik prima. Maar er zit dus ook nog al gelijk een kaars in. Dit is de geur. Twinking Light. Er zit dus een theelichthoudertje in waar je dus al deze mini kaarsjes in kan doen. Als het goed is zitten er alleen maar van zulke mini kaarsjes in. Maar de binnenkant is dus goud. Dan zit dit kaarsje erin in de geur Twinking Light. Ja, en deze ruikt wel heel lekker hoor. Niet te zoet, niet meer zoet, gewoon wat frisser. Heel erg lekker. Dus dat is deze. Leuk dat ze er nu ook gelijk een kaars bij in doen. Dan heb je er eigenlijk 2. Want vorig jaar was het alleen de houder en nu dus ook gelijk een kaars erbij in. Dus dat vind ik wel een leuk, ja, een leuke toevoeging. Hier zit pakje 2. Oh, dat ziet er al heel erg leuk uit qua kleur. Ik krijg hem er niet uit. Mocht je me trouwens nog niet volgen, nou bij deze, ik ben gek op herfst, ik ben gek op winter, op kerst en op geurkaarsen. Dus deze adventkalenders zijn altijd echt op mijn lijf geschreven. Het past helemaal bij mij, dus ik word hier heel gelukkig van. Dit is de geur Letters to Santa en deze ken ik niet. Deze heeft helemaal niet zo'n hele sterke geur. Vaak vind ik Janky Candle kaarsen heel sterk, maar valt wel mee deze. Maar wel heel lekker. Wat zoeter, wat warmer. Eigenlijk precies een beetje hoe het plaatje eruit ziet. Bij deze adventkalender kom je er ook een beetje achter welke geuren jij van Janky Candle lekker vindt. Want dan heb je gewoon van die minis. En stel je vindt er eentje super lekker, kun je die altijd nog in een grote ja, full size bestellen. Dus dat vind ik wel ideaal aan deze adventkalender. Oh mijn god, heb ik dan zulke grote vingers? Nee, dat heb ik niet. Oeh, maar dit is ook heel dun. Oeh. Heel lekker. Dit is dus zo'n mini kaarsje. Heel lekker. Een beetje koekjesachtig. Vakje 4 is ook een kleinere kaars. En dit is de grijze. Deze vind ik wat minder. Deze heeft toch een beetje een frisse, zoete geur. Maar iets aan deze geur vind ik gewoon iets minder lekker. Ja, het geuren omschrijven is best wel moeilijk. Ja, nee. Deze vind ik iets minder. Ik ga het gewoon een beetje hetzelfde doen. Het eerste wat in me opkomt als ik de geur ruik, ga ik gewoon benoemen. Dus dat is dan de associatie die ik met die geur heb. Misschien dat ik dan beter kan beschrijven hoe de geur ruikt. Vakje 5. Waar is vakje 5? Vakje 5 is ook een kleine. En dit is weer een wit kaarsje. Ik moet zeggen, het is echt heel lastig om eruit te halen. Deze geur ken ik niet.
heel lekker. Oh, deze vind ik heel lekker. Deze ruikt een beetje naar mijn nieuwe geurtje die ik heb van Ellie Saab. Ik pak hem erbij. Nu lijkt het trouwens net een gesponsorde video van deze geur, maar nee, dat is het niet. Maar dit is de geur Girl of Now. Ik ben helemaal weg van deze parfum. Maar daar ruikt dus deze naar. Wat zit hierin? Note of almond with orange blossom en patchouli. Geen idee of dat hetzelfde is. Dat lijkt me niet. Maar het ruikt wel een beetje hetzelfde. Dus heel lekker. Oh, deze is zo lekker. Dit is echt zo'n klein kaarsje weer in het lichtroze. Dit kleurtje is echt te schattig. Maar de geur is echt heel lekker. Beetje koekjesachtig, een beetje zoet. Niet te sterk. Ook wel weer iets frisser of zo. Ja, echt heel lekker. Sowieso is deze adventkalender echt geweldig om te hebben tijdens de decembermaand. Want je kan gewoon elke dag een kaarsje branden. Je komt met deze geuren helemaal in de kerstsfeer. Meer dan met andere adventkalenders vind ik zelf. Omdat het gewoon zo'n unieke kerstgeur allemaal heeft. Oh, ja, ik word hier echt zo gelukkig van. Het is toch verschrikkelijk. Vakje 7, die zit hier. En dit is ook een klein vakje. En dit is de groene kleur. En die ken ik. Maar deze ruikt dus echt naar een kerstboom. Zo lekker. Deze is dus echt wat frisser. Klein beetje zoet er doorheen, maar echt vooral heel fris. Dus echt een beetje naar een kerstboom. Ik vind deze echt heel erg lekker en leuk eruit zien. Dus dat is dit vakje. Dan gaan we door naar vakje 8. En vakje 8 zit hierbovenin. En dit is ook weer een kleine vakje. Oeh, misschien is dit wel mijn favoriet. Ik ga hem nog niet ruiken, maar mijn favoriet van vorig jaar was Holiday Hearth. Oh, dit is een andere geur. Oeh. Misschien staat het hier allemaal achterop. Including twinkling lights. Oh, is het op volgorde? Ja. Super. Oké, wacht. 1, 2, 3, 4. Oh, dit is handig. Dit is namelijk de geur Candlelit Cabin. Geen idee of ik het goed uitspreek. Maar die ruikt heel lekker. Iets warmer, ook wat zoeter. Ja, heel apart, maar super lekker. Trouwens, hier staan dus de geuren. Hier, maar helaas staan ze niet op volgorde. Maar dit zijn alle geuren die in deze adventkalender zitten. Dan ga ik naar vakje 9. En 9 die zit... Huh? Oh, daar! Hier zit 9. 9 is best wel groot. Oh, en deze die ken ik. Dit is namelijk Cinnamon Sticks. Ja, Cinnamon Sticks. Ja, super lekker. Echt een herfstgeur. Dit ruikt gewoon naar kaneel. Echt pure kaneel. Heel sterk. Heel lekker. Als je dit aansteekt, is je kamer of waar je ook zit. Echt gelijk zit het in de herfstgeur, in de herfstvibe. Kom je hiermee. Oh, een groene. Dit is de geur Tree Farm Festival. Die ken ik niet. Leuk. Oeh. Deze vind ik iets minder. Dit vind ik een beetje een combinatie van wat zoeter, wat fris. Maar tegelijkertijd ook een beetje wc-geur, zeg maar. Zo'n luchtverfrisser. Daar doet het me een beetje aan denken. Het ziet er wel heel erg leuk uit. Ook de verpakking. Maar de geur is iets minder mij. Even kijken. Vakje 11. Die zit hier. En dat is een rode. Die geuren staan helemaal niet op volgorde. Dus dan weet ik niet welke geur welke is. Oh, dat vind ik wel jammer. Dus ik heb geen idee welke geur dan welke naam heeft. Dat is jammer. Maar goed, dan in dit vakje hebben we weer een klein kaarsje. En dat is dezelfde geur als Letters to Senda. Senta. Dus ja, ik vind hem wel heel lekker. Wat ik dus wel lastig vind aan deze kalender, is dat dus die geuren op de achterkant allemaal wel staan. Maar dus niet op volgorde van welk vakje wat is. Dus van deze kleine kaarsjes weet je eigenlijk niet echt, ja, wat de naam is van de geur. Dus dat is wel jammer. Dus geen idee. Vakje 12 zit hier. En dit is weer een grijs kaarsje. Oeh. Het is een andere geur dan die grijze die we hadden. Maar deze geur die hierin zit ruikt echt naar mannen. Gewoon echt een mannengeur. Eigenlijk iets kruidiger. Ik wou zeggen iets kruidiger, maar super super kruidig. Maar echt een heerlijke mannengeur. Ik hou ervan. Oké, door naar vakje 13. Eventjes kijken. Ja, waar zit hij? Oh, daar. Vakje 13 zit hier. En die is ook best wel groot. Oeh, ja. All is bright.
De witte. Ik vind die wel heel lekker. Hij is wel wat frisser. Het is niet mijn favoriet, maar wel echt een lekkere, frisse kerstgeur. En dit is een witte en deze is heel lekker. Deze doet me een beetje denken aan de allereerste, de Twinkling Lights. Ja, het ruikt echt super lekker. Gewoon wat zoeter. Pakje 15. Oeh, deze ken ik niet. Wat is dit? Dit is een wat grotere. In de geur Snow in Love. Oeh, deze is heel sterk. Deze geur, die spreekt me wat minder aan. Een hele bijzondere, beetje zuurig, frisse geur. Ik denk dat heel veel dit wel lekker vinden hoor. Maar ik ben erg van de zware, zoete geuren. En dit is dan wat zuur, fris ofzo. Dus dat vind ik wat minder. Vakje 16, die zit hier. Oh mijn god, is dit... Ja, oh nee. Ik wou zeggen Christmas cookie, maar dit is de lichtroze. Echt zo cute kleurtje dit. In de geur Christmas Eve cacao. Oh, dat klinkt echt geweldig. En hoe leuk dat er echt andere geuren in zitten dan vorig jaar. Dat vind ik echt heel leuk. Oh, heel lekker. Een beetje naar chocola. Wel wat zoeter. Heel erg lekker vind ik deze. Hoe lekker klinkt dit? Hier hebben we hem. Snowflake cookie. Dit is zo'n bizar lekkere geur. Oh, dit ruikt gewoon echt naar vers gebakken koekjes. En ik moet gewoon, ik krijg al gelijk zo'n beeld voor me dat ik gewoon zin heb om met eerste kerstdag eigen koekjes te maken. En dan doe je de oven open en dan, oh, die geur wat je dan ruikt. Heerlijk. Hier, dit is weer zo'n groene. En dit is volgens mij dezelfde geur als Tree Farm Festival. Dus... ja, volgens mij ruikt het gewoon hetzelfde en dezelfde kleur en dan in het klein. Door naar vakje 19, die zit hier. Hier ben ik echt ontzettend blij mee. Mijn favoriete geur zit erbij, jawel. De Holiday Hearth. Oh, deze moet je gewoon kopen. Dit is nou echt de definitie van een kerstgeur. Dat is gewoon dit. Alleen al het plaatje, hoe die eruit ziet... dat omschrijft helemaal de geur. Dat gezellige, knusse, warme, zoet, maar niet te zoet. Echt heel warm, een beetje houtig. Ik kan het echt totaal niet uitleggen. Maar dit is gewoon zo ontzettend lekker. Holiday Hearth. Echt by far mijn favoriet. Nou, wat mij betreft is deze kalender alweer helemaal geslaagd. Maar we gaan door naar vakje 20. En die zit hier. En dit is Christmas Cookie. En deze zat er vorig jaar ook in. Ja, dit is echt koekjesgeur. En die snowflake cookie, dat is dan weer wat een frissere koekjesgeur. Christmas cookie is echt zoet, zoet koekjesgeur. En snowflake cookie is echt fris koekjesgeur. Ontzettend lekker. Echt heerlijk. Ja, en dit is Christmas cookie, het geurtje. Moet wel. Het ruikt naar een koekje, dus Christmas cookie in het klein. Heel erg leuk. We zijn alweer bij vakje 22 en die zit hier. Oeh, een rode. Heel leuk. Vind ik echt een kerstkleur of zo, rood en groen. Christmas Magic. Deze is ook ontzettend lekker, dat weet ik nog wel. Ja, deze is ook echt... dit is misschien nog wel het meeste geur dat je als je door de intratuin loopt of zo en dan bij de kerstafdeling komt en dan een beetje dat warme kerst, die warme kerstgeur... met een beetje kaneel. Heel lekker. Ja, er zit sowieso kaneel nog doorheen. Dit is echt ook echt een ontzettend lekkere geur. Altijd als ik enthousiast ben, dan ga ik stotteren. En ik merk dat ik dat nu ook doe. Dus dat is op zich wel een goed teken. We zijn alweer bij vakje 23. En oh mijn god, bij de Rituals Adventkalender. Mocht je dat trouwens nog niet gezien hebben, ik heb de Rituals Adventkalender van 2021 ook unboxed. Ik zal hem hierboven even linken. Maar ik was zo enthousiast dat ik zei dat 23 december kerstavond is. Maar daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Want 24 december is het kerstavond en 25 is eerste kerstdag. En dat is een lichtroze. Een kleine. Volgens mij is dit weer dezelfde als de lichtroze die we hiervoor hebben gehad. En dan gaan we alweer naar het laatste vakje toe van deze adventkalender. En dat is 24 kerstavond. Dit mag echt een knaller van een eind zijn. Ik weet niet of dat per se kan met kaarsen, want... alle kaarsen zijn in principe hetzelfde, alleen de kleur verschilt. Of de kleur, ja, de kleur verschilt, maar de geur ook. Maar verras me. Ja, volgens mij was dat ook vorig jaar met deze geur.
op zich heel logisch. Dit is namelijk de geur Christmas Eve. Kerstavond. Toepasselijk. Ja, ook ontzettend lekker. Iets frisser, wat zoeter, maar toch een beetje fris. Maar wel echt zo'n kerstgeur. Dus heel erg leuk. Ik vind die verpakkingen van Janky Candle sowieso echt helemaal leuk. Gewoon de plaatjes die ze erbij kiezen, het past gewoon helemaal bij de geur. En gewoon bij de vibe van deze adventkalender. Dus ik vind dit echt helemaal geweldig. En dan was dit alweer de adventkalender van 2021. Deze van, hoe duur was die nou? 45 euro? Ja, volgens mij wel. Wat vind ik ervan? Eerlijk gezegd vind ik de adventkalender echt geweldig. Ja, ik vind gewoon, als je een adventkalender voor jezelf wil kopen, als je dat als cadeautje aan jezelf wil geven, vind ik wel dat je gewoon echt voor de Janky Candle adventkalender moet gaan. Want bij deze adventkalender kom je gewoon echt standaard in de kerstsfeer. Gewoon die geuren in combinatie met die plaatjes wat erop staan en de kleurtjes. Ja, het is echt typisch kerst. Dus ik vind het zeker een aanrader. Ook voor de prijs die je ervoor betaalt vind ik het echt super chill. En daarnaast vind ik het ook fijn dat je dus gewoon mini versies hebt. Ja, je kan moeilijk zulke grote kaarten in een adventkalender doen. Maar aan de hand daarvan kom je achter de verschillende geuren die er zijn. Op basis daarvan kun je eigenlijk voor jezelf bepalen van wat vind ik nou een lekkere geur en wat niet. En wat wil ik voor mezelf in het groot bestellen bijvoorbeeld en wat niet. Dus ja, ik ben fan van deze adventkalenders. Wat ik ook wel heel erg leuk vind is dat er natuurlijk wel wat overlap in mijn waren van vorig jaar. Ik bedoel, het is ook niet anders te verwachten. Je krijgt niet standaard dezelfde geuren die je vorig jaar ook allemaal hebt gehad. Er zitten echt wel nieuwe geuren bij die ik zelf ook nog niet kende. En dat vind ik zelf wel heel leuk, want zo kom ik weer achter de nieuwe geuren die er ook bestaan en zijn. Laten we deze er even ingooien. Mijn favoriet en mijn minst favoriete geur. En dan ben ik heel erg benieuwd als jij deze adventkalender gaat bestellen en in december gaat openmaken. Of misschien weet je het nog van vorig jaar. Of weet je gewoon hoe die geur ruikt. Laat me zeker in de comments weten wat jouw favoriete geur is van Janky Candle. En wat jouw minst favoriete geur is. Laat ik beginnen met mijn favoriete. Want dat is echt zonder twijfel Holiday Hearth. En mijn minst favoriete. Ja, ik denk dat ik er al wel uit ben. Ik denk dat dat toch deze is. Snow in Love. Ik word van deze geur eigenlijk heel misselijk. Het is gewoon mijn minst favoriete. Maar misschien is het wel jouw favoriet en hou je er wel van. Dus ik ben benieuwd. Laat het dus zeker weten in de comments wat jouw favoriete geur is en jouw minder favoriete geur. En dan hoop ik dat jij het leuk vond om naar deze adventkalender unboxing te kijken. Dus ja, bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en dus die comment achter te laten. En dan zie ik jullie gauw tot een nieuwe video weer. Doei doei!